Welkom bij een nieuwe vlog, dames en heren. Tof dat jullie kijken naar een nieuwe aflevering. Ik weet niet of ik het zo kan noemen. Ik zit nu momenteel nog in mijn slaapshirt en ik heb mijn slaapmuts op, maar dat moet veranderen, want ik moet andere kleren aantrekken natuurlijk. Want ja, we reizen vandaag af van Venlo naar Eindhoven met heel veel mensen. Ik ga nog niet zeggen wie dit allemaal zijn, dat wordt een kleine verrassing voor jullie. Maar ik ga eerst even mijn outfitje bij elkaar schrapen, want ik heb geen idee wat ik aan moet doen. Het weer is ook zo raar. Er zit regen op mijn raam. Maar ja, de zon schijnt dan ook weer wel. En de weersvoorspellingen zijn niet al te best. En de ene zegt dat het zonnig wordt. En de andere zegt dat het de hele tijd gaat regenen. Onweer, sneeuwen. Ik weet niet wat ik allemaal niet heb gehoord. In ieder geval, mijn iPhone geeft aan dat het wel meevalt. Ja, ik zie hier 8 graden volle zon. Nu, dat klopt misschien wel een beetje. Toch niet. Jawel, dat klopt wel een beetje. 30% kans op regen. 40% kans op regen. 40% kans op regen, maar dat betekent dus 60% kans op zonneste. Ja, het glas is half leeg of het glas is half vol. Maar ja, wat pak ik vandaag allemaal mee? Ik neem denk ik een tas mee. En dan kan ik dan ook de flesjes drank en zo in stoppen. Maar even kijken, mijn camera gear gaat sowieso ook mee. Even kijken, ik heb 2 batterijen die ik mee ga nemen. Dit is 1. Zal ik mijn GoPro meenemen of niet? Is het nodig? Nee, dus niet nodig. Waar ga ik het voor gebruiken? Ja, en de regen is misschien wel handig als het regent. Zo, kijk. Ja, die scheurt erop los. Die gaat alvast naar Eindhoven. Nou, de tornado in mijn kamer is gestopt. En daarmee bedoel ik de föhn die altijd aan het gebruiken was. Wat doe je? Als je die aandoet, heb je het wel lekker warm met die sloffen. Ja, maar die gaat niet aan. Dit is 1. En deze die loopt naar 2. Dan heb ik die zit in het stopcontact. Dit is het allerbelangrijkste trouwens. En nummer 4. Nee, ik weet sowieso zeker dat ik de meeste batterijen van heel Eindhoven heb meegenomen om mijn telefoon te kunnen opladen. Maar dat is niet per se slecht. Nee, dan zijn we altijd bereikbaar voor noodgevallen. En voor vrienden die zonder batterijen komen te zitten en die je niet meer terug kan vinden in de menigte. Dus vandaag. Ik heb mijn outfitje bij elkaar gescoord. Ik ga zwart, zwart, grijs, zwart. Ik heb 4 of 5 t-shirts aan. Of 3 of 4. En ik hoop stiekem dat het niet te warm is. Want ik zie nu de zon alweer opkomen. Net was het volop aan het regenen. Dus toen heb ik me ook omgekleed. Ik ga hem meenemen. Even kijken. Ik heb lege cola flessen. En 1 klein waterflesje. Zodat ik mijn eigen mixje kan maken. Ik neem 3 battery packs mee. Eentje gaat met Adam mee. En dan ben ik volgens mij good to go. Ze komen zo ophalen. Dan gaan we eventjes wat te drinken halen. En dan gaan we door naar Eindhoven. En ik heb er super veel zin in. Juist, het bewijs dat we net in Duitsland zijn geweest. We zijn nu bij Reeway. Weertje valt er mee, we hebben even wat eten gehad voor onderweg. Razi was zo lief om mij even te brengen, zodat ik drank kon halen. En dan kunnen we dan onderweg. Hey, het was net aan het regenen, maar we reden het zonnetje tegen mijn check dan. Even when I'm high, I feel the lows. Like that's all I know. Lord knows I can't complain. Yes, we zijn in Eindhoven. Kijk, ik zal even laten zien aan jullie. Dit is mijn fles cola, gemixt met Jack Daniels. En die is nog maar een klein stukje op, maar ik heb wel het gevoel alsof ik geen fatsoenlijke vlog meer voor jullie kan maken. We zijn nu ergens in de buurt van Sils, zijn oude appartement. Maar hij is daar nu ook, dus daar gaan we ook eventjes heen. Dan komt Hugo, komt over een half uurtje. En dan kan het feest beginnen. Ja, ik weet niet precies hoe en wat. Even allemaal uitzoeken wat we precies gaan doen. We hebben een balletje meegenomen, een flesje erbij. En dan zie ik al mensen in de verte. En hij heeft precies dezelfde houding als ik. Maakt niet uit. En waarom? Waarom? Hey! Hey! Woe! Proost, jong. Proost, hè? Drink maar vast, dan drink ik zo meteen. Maar ja, er staan natuurlijk meer mensen in de verte. Ik zet even mijn flesje neer. Was het goed? Ja man, met jou. Oh, mijn allerliefste neef. En jij met jou? Goed dat je er bent. Hallo? Was je te warm of zo? Oh, we zijn bijna compleet. Ja, er zijn nog andere mensen die nog moeten komen. Maar we zijn al met een goed gezellige groep. Hugo die komt over een half uurtje aan, hè? Het is van Eindhoven. Dus dan moeten we even kijken hoe we dat precies gaan doen. Of dat hij hierin komt of dat daarin gaat, ik weet nog niet precies. Maar. Maar ik ben waarschijnlijk tegen 8 uur ben ik alweer terug. Ah, joh, het gaat toch niet lekker.
bij de vrouw is het vrouwelijk, maar bij de Heer is het heerlijk. Deze natuur wordt onnatuurlijk, maar daarna bovennatuurlijk. Abonneer op YouTube, Andries Box. Juist. High five. Ja, yeah, stop. Dus, we hebben net iemand gecollect en die persoon... Yes. Hij is undercover. Ik ben undercover. Maar we gaan even de gekte uit. Echt, dus super veel mensen zijn er hier, dus we gaan even naar Sil. En dan gaan we even indrinken. Sil komt straks weer terug, want die moet iets ophalen of zo, weet ik niet precies. Maar dan gaan we eens even die fles leeg. What the fuck, is Eurasie dus de hele tijd kwijt, is de hele tijd weg. Loop hier, hij heeft een slaapkamer. Maar als ik inzoom, dan... Razi, waar ga je naartoe? Nee! Waar gaat hij heen? Oké, Younes ging net als een snack uit de automaat halen. En we hebben er nu twee, maar we hebben er voor één betaald. Hoe komt dat? Check even dit filmpje. Juist, dit, precies dit hebben we gedaan en nu hebben we gewoon voor de prijs van 1. Ja, sorry. David Ghetto uit Venlo! Thuis. Even voor de duidelijkheid is het nu de day after. 11:15. Wat was dat een vette avond zeg. Ik ben helemaal kapot. Mijn stem is ook 5 octaven lager. Ik kan nu eens wel gewoon het bereik halen van sommige Boys to Men liedjes. Ja, het was echt mega vet. Ik weet alleen niet meer zoveel of zo. Terugweg alleen maar geslapen. Vannacht alleen maar geslapen. We waren denk ik om 12 uur of zo thuis. En ik hoop echt dat ik voor jullie een beetje een leuke vlog heb kunnen maken. Want ik had wel de nodige drankjes op, zeg maar. Maar ik heb mijn best gedaan. Ik ga zo eens kijken of ik ga zo even kijken of ik wat kan editen alvast. Misschien komt die vandaag online. Misschien morgen. Ik weet het nog niet precies. Sowieso morgen voor mij nu dan. En er is nog één ding. Super erg. Kijk. Allemaal troep op mijn schoenen. Oh, dan moet ik ook nog even gaan schoonmaken daar. Tof dat jullie toch nog tot vandaag hebben meegekeken. En we zijn bijna mensen bij de 200 abonnees. Maar ik wil toch voor de 220 gaan. Dus wil je mij nou steunen? Doe dat sowieso. Ik ben er super blij mee. En ik zie je als je hebt geabonneerd. En dan zie ik jullie in de volgende vlog. Geef je een hint of je naar zijn muziek luistert. Maar je kent hem. Naar zijn muziek luister. Huh? De enige echte. Ja? Jan Smit. Ja, hi, 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 hi. Jan Smit, kijk je vlogs? Vet, man.